Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel. Goedemorgen, 5H. Zojuist hebben we laten zien hoe je van een grafiek gaat naar een toenamediagram. En nu wil ik laten zien hoe je het andersom doet. Want wiskundigen vinden het altijd fijn om als iets één kant op kunnen, om het dan ook de andere kant op te doen. En daar heb ik een kunstje voor bedacht. Ik heb namelijk stiekem op de achterkant van dit bord al dat de bel gemaakt. En dus nu gaan we die kant op, van toenamediagram naar grafiek. Nou, het eerste wat je kan doen is natuurlijk deze getallen in een toenamediagram, die kan je hier neerzetten. Dus wat hier staat, deze getallen, kan je letterlijk aflezen uit dit toenamediagram. Dus van hier naar hier, dat gaat dan nog wel. De vraag is dan even van, ja, hoe kom ik nou aan die getallen? Nou, je moet één getal weten, dus die heb ik opgeschreven. Als je geen getal weet, dan weet je niet hoe hoog de grafiek zit. Maar deze weten we nu. Dus is de vraag van, kunnen we nu door onze hersens te gebruiken? En deze getallen kunnen we dan berekenen wat hier nog meer moet staan. Nou, wat je moet realiseren is dat dit getal is het verschil tussen die en die. Dus die plus 2 is die. Die min 4 is die. Die min 4 is die. Dus, ja, welke zou je kunnen zeggen? En heb je daar een berekening bij? Ja. We gaan 3 min 4 doen. En welk antwoord krijg ik dan? Ja, precies. Dus als ik doe 3 min 4, dat is min 1. En dan kan ik ook verder. Dan zeg ik gewoon min 1 plus 4, dat is weer 3. En 3 plus 7 is 10. Dus deze kant op is vrij makkelijk. Je zegt gewoon, nou, die plus die is die, die plus die is die. En dan reken je gewoon steeds deze uit. Kom. Maar terugrekenen, dat is natuurlijk ook niet echt heel erg ver gezocht en moeilijk. Maar je moet misschien wel even nadenken. De opdracht is, die min 4 is 3. Dus de vraag die je moet stellen is van, oké, een mysterieus getal. Ik trek er 4 vanaf en er komt 3 uit. Wat was het oorspronkelijke getal? Is die? Ja. Hoeveel? Plus 4. Ja, dat is? 7. Ja, precies. En dan denk ik van, die zit niet op te letten en bam, hij weet het gewoon. Oké, en deze kan hij ook doen? Dus iets plus 2 is 7. Ja, fijn. Als ik het zo zeg, dan is het een stuk simpeler. Kunnen we nu de grafiek tekenen? Nou, bijna. We kunnen in ieder geval al die punten tekenen. Dus bij 0 is het 5. En bij 1 is het 7. En bij 2 is het 3. En bij 3 is het min 1. En bij 4 is het weer 3. En bij 5 is het 10. Dus ja, dan krijg ik deze grafiek. En nou, dat lijkt natuurlijk heel erg op die grafiek waar we mee begonnen. Mooi hè? Dus je kunt inderdaad van grafiek naar toenamediagram en van toenamediagram naar grafiek. Oké, nou, nog wel even één kanttekening. Je kan uit het toenamediagram niet afleiden wat die grafiek tussendoor doet. Dus het zou kunnen zijn dat die grafiek eigenlijk dit doet of zo. Als hij maar door die punten gaat. Dus daar moet je een beetje mee uitkijken. Maar als ik jou vraag van teken een grafiek die hoort bij dit toenamediagram, dan mag je gewoon de meest simpele grafiek tekenen die je kan doen. Ja. Hoe moet je dat doen? Want het gaat om de eventjes kijken. Met welke vraag? 17b. Teken, ja, een mogelijk toenamediagram. Oké, ja, dan. Kijk, als je van som 17 een toenamediagram wil tekenen met een tijdstap van 0,5. Die tijdstapjes van 0,5 staan niet in je tabel. Er staan alleen maar tijdstapjes van 1. Dus je moet die tijdstapjes van 0,5 zelf verzinnen in de tabel. Dus een nieuwe tabel maken die een stuk langer is met de halve erin. En dan neem je een beetje redelijke getallen. Hè. Het aantal griepatiënten dat gaat geleidelijk. Dat gaat niet zo gek stuiteren. En dan, je verzint dus zelf extra getallen in de tabel. En op basis daarvan maak je een toenamediagram. Oké. Nou nog één ding. We zouden ook nog even kijken naar de relatie tussen het toenamediagram en soorten stijgen en dalen. Dus ik ga weer even wat ruimte maken. Ik denk dat ik dat gewoon hier doe, want ik heb het toch allemaal opgenomen. Welke soorten stijgen en dalen hadden we allemaal? Deze. Oh, dit met wit. Dit is toenemend stijgen. Dit is afnemend dalen. Dit is toenemend dalen. Afnemend stijgen. Ja. Oh ja,
Ja, die hoort er inderdaad ook bij. Dus deze is constant dalend. En deze is constant stijgend. Die kan je inderdaad ook hebben in een toenamediagram. Nou, we gaan gewoon even, ik ga mijn toenamediagram tekenen. Jullie gebruiken je hersens en zeggen wat er aan de hand is. Ja? Oké. Okay. Kijk. Dus je ziet hier, het toenamediagram, eerst stijgt de grafiek een beetje, dan stijgt hij harder, dan stijgt hij nog harder, dan stijgt hij nog harder. Oeh, welke zal het zijn? Toenemend stijgend. Tuurlijk. Oké. Okay. En, even kijken. Goed. Ik heb er eentje die stijgt steeds precies even hard. DJ. Constant stijgend. Tuurlijk. Oké. Okay. En nou nog een beetje rare. Deze. Die is gemeen, want dat zijn er eigenlijk twee. Wie kan hier een opmerking over maken? Ja? Afnemend dalen en toenemend stijgend. Ja, kijk, hij daalt heel hard, hij daalt minder hard, hij daalt minder hard, hij daalt nog minder hard. Dus die grafiek doet eigenlijk dit. Hij daalt steeds minder hard. En dan gaat hij opeens stijgen en dan gaat hij harder stijgen, nog harder stijgen, nog harder stijgen. Dus eerst in dit gebied is hij toenemend dalend. En hier, of sorry, afnemend dalend. En hier is hij toenemend stijgend. Mooi, hè? Dus als je al bij vraag 19 was, heb je hier misschien al over nagedacht. Als je later bij som 19 komt, dan heb je hier misschien nog wat aan. Zijn er nog mensen die hier vragen of opmerkingen over hebben? Oké. Okay. Dan dank ik jullie voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les waarom men is snel. Men is snel gaan zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.